Hallo. Dag Tom. Naast Sjen bestaat er iets als een Lutjes lasagne. Ja, die bestaat er en ik ga die net klaarmaken. Oké, mogen we eens in de potten kijken? Kom maar binnen. Wel, eigenlijk is het een gewone lasagne, maar Lut was eigenlijk een voormalige buurvrouw van ons en zij heeft ook op onze kindjes gepast. En zij maakte die lasagne toen al klaar. Vandaar hebben wij die lasagne Lutjes lasagne genoemd. Vandaar is die naam eigenlijk ontstaan. Heel simpel. Wij maken het regelmatig klaar. Voornamelijk dan in het weekend kan je er wat meer tijd aan besteden. Kunnen ze dan ook helpen. En dat is dan zoveel gezelliger dat ze kunnen meehelpen. Wij maken meestal het kaasmengsel samen. En proeven. Dat doen we ook veel. Maar je kan er dan ook nog naar keuze groentjes aan toevoegen. Zo broccoli of spinazie of zo. En zo kan je dat toch wel afwisselend maken. Dat is iets anders. Dus terwijl het hier het gehakt kan opstaan, kan ik de ajuntjes stoven en ik ga dat samen met de spekjes doen. En zo die uitjes, als dat in de pan begint te braden, zo begint te stoven, is dat, vind ik dat heel lekker. Die geur is een van de lekkerste geuren in de keuken. Voilà, de look gaat erbij. Omroeren. De eitjes die dienen voor in het kaasmengsel te doen, dus de kinderen mogen eigenlijk komen om te helpen met het kaasmengsel te maken. Meisjes, komen jullie helpen voor het kaasmengsel? Misschien. En wat gaan we maken vandaag? Kaasmengsel. Voor de lasagne. Ja, ik ga hem nog een beetje opruimen en ik ga direct beginnen klaarmaken. Heel belangrijk is nu met de afwerking dat het de onderste laag zeker saus is. En dan kan je beginnen vullen met de lasagneblaadjes, kaasmengsel, saus en weer al op diezelfde volgorde tot als de schotel helemaal gevuld is. En dan nu de final touch. De Lutjes lasagne is klaar met het laagje parmezaan erover. Dag Lut, kom maar. Kijk, ik moet elkaar. Goedemiddag. Dag Lut. Lutjes lasagne is hier. Hallo. Dag Keetjes. Dag. Dag Lut. Ik heb nog een flesje wijn hier. Ja, hij is klaar. We gaan eens proeven. Ben ik benieuwd. Dat hij even lekker is. In ieder geval even lekker uit. Dat is zo lekker dan die van mij. Oef. Nee, Lut. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid.